van de tegels terug te vinden zijn. Een paar woorden van mijn kant. Vorig jaar december 2011, bestond de Rabobank, althans de Rabobank bestond in 2011 25 jaar, op hier in Almere. En hebben lang nagedacht over wat voor cadeautje voor de stad daar nou bij hoorde. En volgens mij had jij zelf, Natal, bedacht, het moest een Walk of Fame worden. Het kwam uit de ledenraad, prachtig. Maar het was een idee wat wel makkelijk bedacht was, maar wat toch wat ingewikkelder was om er ook iets een echte Walk of Fame van te maken. Want we hebben naar de zijkanten, naar binnen, naar buiten, overal gekeken. En uiteindelijk zijn we eigenlijk gewoon weer terug bij wat we met een Walk of Fame bedoelen, namelijk tegels op de grond. Hartstikke makkelijk. En ze zijn natuurlijk wel heel modern, want ze zijn voorzien van een QR-code. Waarmee je dan ook de achterliggende geschiedenis van de stad kunt bekijken. Ik vind het een fantastisch idee. Er liggen er inmiddels, en dan moet ik me niet vergissen, 38 in de stad. En dat is de geschiedenis vanaf 1974. Toen er echt hier nog niemand woorde, maar het bordje Almere Stad geplaatst werd op het nog te bouwen stadsdeel. Tot aan de geschiedenis van vandaag. En het aardige is, een Walk of Fame is het niet in de zin zoals het in New Orleans ligt, waarbij daar filmsterren herdacht worden. Maar het zijn van jaar tot jaar gebeurtenissen en soms personen die aan onze stad verbonden zijn. Zodat het ook echt levende geschiedenis en wat ik ook leuk vind, het houdt niet vandaag op. Maar minstens tot het jaar, ik zeg maar minstens, tot het jaar 2043 heeft de Rabobank zich verbonden om elk jaar wederom een tegel te doen met een actualiteit dan, die daarna weer een stukje van onze geschiedenis gaat vormen. Dus eigenlijk komt hier de hele geschiedenis te liggen.